Voor het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen maken telers gebruik van verschillende soorten spuitapparatuur. Vandaag ben ik bij Enpas waar ik een afspraak heb met Karel en die gaat mij daar meer over vertellen. Karel, kun je mij iets vertellen over Enpas? Ja, Enpas is fabrikant van spuitapparatuur. De meeste machines die we maken zijn voor de glastuinbouw. Wat wij doen is machines bouwen om gewasbeschermingsmiddelen zo efficiënt mogelijk op de planten te spuiten. We doen dat al meer dan 40 jaar in de tuinbouw. We zijn een A-merk waar we natuurlijk enorm trots op zijn. Het doel is om zo weinig mogelijk gewasbeschermingsmiddelen op de planten te krijgen. Jullie bieden verschillende spuitoplossingen voor verschillende sectoren. Welke specifieke producten maken jullie nou eigenlijk voor de tuinbouw? Nou, voor de tuinbouw maken we machines om gewasbeschermingsmiddelen op planten te spuiten. Waar we altijd ons best doen om de middelen zo goed mogelijk te mixen en zo efficiënt mogelijk op de planten te spuiten. Nou, dat doen we door spuitmasten, spuitbomen, door vaste installaties en verrijdbare machines. Die verrijdbare machines zijn weer in diverse maten te verkrijgen. Ook maken we machines voor onkruidbeheer om onkruiden te doden op verhardingen met de heetwatertechniek. En kun je mij misschien iets meer vertellen over het productieproces aangezien jullie de producten zelf maken? Ja, wij engineeren zelf onze producten, dus we tekenen ze. Daarna gaan we ze lassen, poedercoaten binnen het zusterbedrijf. Dan gaan we ze assembleren en we krijgen klantspecifieke oplossingen. Hoe waarborgen jullie de kwaliteit van de producten? Nou, kwaliteit is voor ons heel belangrijk. Zoals ik zei, we zijn een A-merk, dus de kwaliteit is hoog. We garanderen de kwaliteit niet door allerlei procedures, protocollen. Maar we hebben vakmensen op de constructieafdeling staan. We hebben ons zusterbedrijf met vakmensen voor poedercoating. Mensen met enthousiasme voor de assemblage. En zo probeer je dat allemaal goed te waarborgen. En sinds 1 januari hebben we ook een persoon vrijgemaakt voor puur op kwaliteit en CE en arbotechnische zaken. Dus daarmee trekken we ons nog een niveautje hoger op. Specifiek voor de tuinbouw zijn er dus verschillende soorten spuitapparatuur die je geheel op maat kan laten bouwen. Wil je nou meer video's zien? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal.